Een praatje bij een plaatje. Deze foto die bracht nogal wat reacties teweeg. En het is ook wel een leuke foto, want je ziet me hier zitten op onze makkelijkste koe die we hadden. Ik ben helaas de naam van het goede dier vergeten. Maar ze heeft een keer mij bijzonder goed ten dienste gestaan. Het was in de tijd dat we nog als jonge man volop uitgingen in het weekend. En daarbij werd niet altijd gekeken op een pilsje meer of minder. En soms waren het er wat meer en dan weer eens wat minder. Maar we gingen goed uit en we kwamen op een bepaald moment diep in de nacht thuis. En we, zoals gewoonlijk, probeerden we altijd naar binnen te gaan. Heel voorzichtig op onze kousenvoeten, zodat we onze ouders niet zouden wekken. Zodat ze niet precies zouden weten hoe laat we thuis waren. Maar op een keer kwamen we van een of andere kermis af en toen kwamen we bij de deur en die was op slot. En die sleutel die zat natuurlijk aan de binnenkant en nu hadden we weinig keus. Want ofwel, we moesten iemand wakker maken in huis die ons binnen zou laten, maar die zou dan natuurlijk tegelijkertijd kunnen zien hoe we eraan toe waren. Nou, en wij zelf vonden dat wel kon, hè? Dat kon allemaal wel, maar ik kan me zo voorstellen dat een van onze ouders die dan de deur open zou doen, daar misschien toch wel enigszins anders over zou kunnen denken. En dan ook nog met de gedachte dat we thuis waren gekomen op onze brommer. En laten we het nu maar eerlijk zeggen, want het is natuurlijk heel lang geleden, waren we behoorlijk onder de invloed. En zo waren we, geloof ik, ik weet niet meer, ik dacht dat uit Wouw was of misschien ergens uit Woensdrecht, zwalkend, min of meer thuisgekomen. En ja, toen wilden we gaan slapen, maar dat ging niet, want we konden niet in. Dus wat nu? Koeien stonden op stal en we besloten tot een noodoplossing. We gingen de schuur in en we hingen onze kleren, want we hadden toch tamelijk uitgaanskleren, zoals je ze mag noemen, op aan de ladder. En we gingen in een oude broek die daar toch hing om te melken, gingen we de koestal in. En daar troffen we onze makkelijke koe, de koe waar je ons nu op ziet zitten. En dat arme beest dat lag daar heerlijk te herkauwen, vastgebonden aan een kopketting, zoals dat heette, in de groepstal. Dus wat deden we? We dachten, weet je wat, we gaan lekker tegen deze warme koe aan liggen. En dan komen we zo de rest van de nacht wel door. Nou, dat ging allemaal heel goed, hè? Want we namen het risico. We dachten ook helemaal niet aan het feit dat die koe op een zeker moment zou kunnen gaan staan. En dat wij dan met onze toch wat aangeschoten lijf daar onder die poten terecht zouden kunnen komen. Maar het was allemaal goed gegaan, dus we lagen daar heerlijk. Het was lekker warm, het was eigenlijk best vredig, hè? Ondanks dat we toch best wel moe waren. Maar hoorde je die koeien, die waren lustig aan het liggen. Je hoorde af en toe eentje een geluid maken. Je hoorde er eentje ergens anders gaan staan. En die moest even zijn ontlasting loslaten. Dat kletterde dan op de vloer. En sommigen hoorde je rustig herkauwen. Een vredige zaak zou je kunnen zeggen. En dat was het ook. Dus we sliepen daar heerlijk. Maar wat gebeurde er natuurlijk de andere morgen? Want ja, bij ons was het wel zo, s'avonds uit, s'avonds laat, s'morgens vroeg ook op. En s'avonds een grote jongen, s'morgens ook een grote jongen. En onze vader, die op een zeker moment al de gewoonte had natuurlijk om ons altijd te roepen, heel vroeg, en om te gaan melken, die stond natuurlijk, wist helemaal niet dat we niet binnen waren, had er helemaal niet bij stilgestaan dat de deur op slot was geweest, want normaal gesproken zouden wij die dan op slot hebben gedaan nadat we waren binnengekomen. Dus hij stond onderaan de trap te roepen, maar hij kreeg geen antwoord. Dus ja, dat was vreemd voor hem, hij begreep er niks van. Dus hij ging maar alleen naar de schuur, dus hij deed de schuurdeur open, het klinket. Sommigen van u weten misschien wel wat dat is. Dat is zo'n klein deurtje in de grote schuur, in de grote mendeuren. En hij stapte zo de schuur binnen en hij deed het licht aan. En daar zag hij mijn kleren hangen aan de ladder. Begreep er nog niet veel van natuurlijk, want hij wist nog helemaal niet wat er zou zijn. Dus hij gaat de koestal in en hij doet het licht daar aan. En ja, ik word ook wakker en dan ziet hij mij liggen bij die Ali lieve koe. Zijn eerste reactie was tamelijk geschrokken eerlijk gezegd, want hij liet een flinke krachtterm. Maar daarna schoot hij in de lach, want hij dacht, ja hé, dat is toch grappig.
Dat liet hij niet onmiddellijk zijn. Hij zei niet, oh wat grappig, wat leuk dat je dat gedaan hebt. Maar ik zag aan zijn reactie dat hij toch er nou niet helemaal van ondersteboven was. En het toch wel eigenlijk een beetje leuk vond. Als het donder, ga je eigen aankleden, zei hij. Dan gaan we, en kom terug naar de stal, dan gaan we melken. Nou, we wisten niet hoe snel we naar binnen moesten komen. En ons omkleden in het werkpak. En weer terug naar de stal. En natuurlijk hadden we nog een wat je noemt een duizelig, warrig hoofd. En het eerste wat we deden, we begonnen deze koe waar we hadden geslapen, die begonnen wij te melken. Want dat was één van onze koeien, want we hadden de koeien verdeeld. Hè. Mijn vader molkte er een aantal en ik molkte een aantal. En dat deden we altijd op dezelfde manier. Dus ik begon eerst met deze koe die mij zo warm en zo liefdevol de nacht had laten doorbrengen. Nou ja, dat is toch wel een leuk verhaal dat je zoiets kan nog herinneren en dat je dat hebt meegemaakt. Want als je die koe nu goed bekijkt, ja, kijk, hij heeft nog horens. Tegenwoordig hebben de meeste koeien geen horens meer. En we hebben hem heel lang gehad, tot op een zeker moment, ja, dat hij te weinig melk meer gaf. En dat hij, of zij moet ik wel zeggen, helaas natuurlijk naar het slachthuis moest. En dan heb je er wel eens over, zou je een traan laten om een dier? Ja, zeer zeker. En dan was echt toch met weemoed dat we dit beest naar de dood moesten toebrengen. Ja, een mooi plaatje. En dat wilden we er maar even aan toevoegen dat ons dat allemaal was overkomen. En een leuke ervaring zouden we zeggen. Maar we raden het eigenlijk niemand aan, want het was natuurlijk best link. Want je kunt er jezelf behoorlijk mee verwonden als je met een wat aangeschoten hoofd in een koe, bij een koe gaat liggen. Dank u, dat was het verhaaltje van de man die op de koe zat.